tussen bocht 4 en bocht 3 kwam ik iemand tegen die ontzettend hard aan het duwen was, aan het strijden was. Arjan, dat heeft alles te maken met ja, deze bakfiets. Een gemiddelde racefiets weegt 8, 9 kilo. Arjan dacht, laat ik gewoon eens even lekker 30 kilo mee naar boven sjouwen. Ja, dat klopt. Ik ben begonnen inderdaad op een mountainbike en daarna overgestapt op een racefiets. Sinds 2013 deelnemer aan LBS. Mijn broer was in 2012 overleden en in 2015 heb ik hem 6 keer op de racefiets gedaan. En ik dacht, ja, hoe kan ik nou proberen nog steeds ieder jaar mijn sponsorgeld binnen te krijgen? Dat is altijd ruimschoots gelukt. En toen dacht ik, nou, als ik met zo'n bakfiets van 30 kilo naar boven ga, volgens mij dat is al extra motivatie om wat makkelijker donaties los te krijgen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik al sinds 2016 met deze bakfiets ieder jaar naar boven ga. En je dacht niet gewoon één keer nemen, dan knallen we ook gewoon 3 keer op. Ja, en nou, als het mee had gezeten, had het misschien 4 keer mogelijk geweest. Maar ik had ook zoiets van, ik ga niet voor het aantal keer. Ik vind het veel belangrijker om vandaag gewoon te genieten. En ik heb nu vooral bij deze laatste beklimming, ja, het was natuurlijk ook net eventjes behoorlijk noodweer. Dus ik moest zelfs bij de afdalingen, kwam ik echt verkleund aan onder de heaters. Met een dekentje nog even op temperatuur gekomen. En ja, nu om de 3-4 bochten stop ik eventjes om een foto te maken. In bocht 10 hebben we een spandoek van nat hangen. Daar heb ik ook eventjes bij gestopt, wat foto's gemaakt en even mijn momentje gehad. Voor Ad dus, hè, want ja. We zagen hem net al even. Ad is jouw broer. Ja. Wat voor man was het? Ja, een heel lieve broer was het. En een super man voor zijn vrouw en voor zijn kinderen inderdaad. Het is echt een heel lieve vent. Dus, je mist hem nog elke dag. Ja, hoor. Zeker. Ja. Kijk, vooral in het begin was het heel veel verdriet, maar nu ook wel dankbaarheid voor de broer die hij altijd was inderdaad. Dus, ja. Daarvoor wil jij wel even 30 kilo mee naar boven zuilen? Ja, dat heb ik graag voor over. Dat is geen enkel probleem. Ik kwam hier ook echt naar boven stampen, de zweet over je hoofd. Zo uit. Ja, ik had het ook wel eventjes warm inderdaad. Het was best wel afzien die laatste paar bochten nog. Ja. Denk nog een half uurtje naar de finish inderdaad. En dan ga ik met de laatste foto weer, zo'n soort traditie, ga ik inderdaad naar boven wijzend, ga ik ieder jaar over de finish. Dus de foto zit alweer klaar in mijn achterzakje. Dus, dadelijk omhoog te houden. Zo ga ik over de finish. Arjan, moet ik jou nog even een setje omhoog geven? Dat zou heel fijn zijn, ja, want met de stijlen wordt het wel heel erg lastig om op gang te komen. Ga ik de microfoon heel eventjes aan mijn collega geven. Komt-ie aan, hè? En zo hebben wij niet alleen koning Hermannetje, maar ook koningin Hermannetje. Maar zij doet het goed. Zij doet het goed. Heel goed. Zij heeft goed geoefend. Hé, je zag net Arjan Leeuwenburg, zijn neefje overigens, Peter Leeuwenburg, professioneel keeper bij FC Groningen geweest en ook nog in Zuid-Afrika gevoetbald. Dat maar even gezegd hebben.